Wow! Wow! Oh! Oh, shit! Yo, what up mensen? Mijn naam is Dylan en welkom terug bij een nieuwe Minecraft Skywars op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En ik wil jullie van harte welkom heten bij een nieuwe Skywars. We gaan proberen om iedereen te killen, want dat is eigenlijk de bedoeling van Skywars en dat gaan we doen. Jongens, even opgelet. Ik heb een nieuwe texture pack gemaakt een beetje. Ik heb mijn texture pack een beetje veranderd door een paar textures rond te gooien van andere texture packs bij elkaar. En uiteindelijk heb ik iets gemaakt wat ik persoonlijk leuker vond en ook jullie kijkers. Want heel veel kijkers zeiden, Dylan, wow, waarom val ik nu pas? Gek shit. Maar, wow, het lijkt een beetje. In ieder geval, heel veel mensen zeggen van, Dil, je moet alsjeblieft spelen met de texture pack Faithful. Faithful komt steeds vaker langs. En heel veel mensen ook, ja, je eigen texture pack. Nou, de texture pack die ik al had, vond ik natuurlijk heel erg mooi. Want ik kon er heel chill mee PvP. Dat was de Deathscape Edit. Maar die heb ik dus ook veranderd. Dus, ja, ik zal het even laten zien allemaal, jongens. Ik zal het helemaal laten zien eventjes. Dus eerst mijn boog erbij pakken met enchants. Dit is mijn boog. Hij is nu helemaal niks. Blauw, hup. Zie je dit? Groen, oranje en rood zag je. Die heb ik veranderd. En mijn swords heb ik veranderd. Dat je van... Ja, die jullie graag wilden dus inderdaad. Dat lelijke... Hoe heet het nou ook alweer? Wat ik net ook weer zei. Faithful. Dus dat heb ik veranderd. En ik vind het wel chill PvP'en, geloof ik. Ik ga nu uitproberen hoe het eruit ziet. En hoe het werkt. En ja, en al die dingetjes. Ik heb ook heel veel verschillende texture packs gekeken. Heel veel mensen hebben ook iets over formaat. Van bijvoorbeeld het zwaard. Ja, ik hou persoonlijk wel van langere zwaarden. Oh, daar gaat hij. Ik hou over wat langere zwaarden. Dus dat heb ik nu ook gefixt. Mijn zwaard is vrijwel lang. Dat is gewoon de standaard van Faithful. Je ziet het. Hij is een beetje gekarteld. Dat vond ik ook even iets chiller. Dus dat was even wel goed. En ja, die gast trouwens full diamond. Dat was kut dat ik hem eraf sloeg. Dat was niet de bedoeling. Want ja, hij was eigenlijk veel sterker gegeerd dan ik. Zie je? Hij was een goede shizzle. Maar helaas heb ik voor hem tenminste, want ik heb gewonnen, heb ik hem verslagen. Dus ja, jammer jongen. Full diamond is voor mij niet genoeg meestal. Die gast heeft ook weer full diamond. Are you fucking for real? What the fuck, jongen? Wat hebben die gasten gedaan? Hebben ze dingen gepijpt of zo? De meneer van de Cubecraft. Hop. Zie je oranje, geel, rood? Dus ik ben met rood, betekent dat ik op mijn allerverste zit. En dat is heel handig. Want dan kan ik oranje, geel, rood heel snel schieten. Terwijl je op rood springt, kan ik eigenlijk al schieten. 1, 2. Mag niet geschoten worden door die gast. Oh, ik kreeg damage. Oh. Ik had ook mijn Minecraft opnieuw moeten installeren. Door deze shizzle. En ik merk gewoon mijn sensitivity is veranderd. Ik ga het even iets hoger doen, jongens. Ik moet het echt weer iets hoger doen. Hopelijk ga ik niet dood nu. Bijvoorbeeld 115 of zo. Ik zag het. Ik merkte het net ook al. Het ging iets langzamer draaien of anders draaien dan normaal. Maar ik heb weer iemand gekilled. Weer eraf geslagen. Dat is iets wat ik niet wil. Want ik heb spullen nodig. Ah, kijk. In ieder geval gold boots. Dat is iets wat ik nodig had. Maar ik heb weer iemand eraf geslagen. Ik had zijn spullen nodig. Verdomme. Dat wilde ik dus helemaal niet. Potverdikkie. Ja, goed. Het is maar even niet anders. Hoeveel mensen nog over? Nog maar 9. Ik heb bouwblokken nodig. Had hier geen bouwblokken in? Nou, waarom sla ik ook iedereen eraf? Ik wil niet iemand eraf slaan. Nou, dan ga ik het even... Nou, dan moet ik hem even hakken. Het is niet anders, jongens. Het is even niet anders. Maar in ieder geval, hopelijk vinden jullie mijn texture pack vet. Ik vind het wel leuk. Tot nu toe ben ik er tevreden over. Ik bedoel, ik heb er net 5 minuten mee gespeeld. En ja, ik heb toch al 2 PvP battles gewonnen. Dus ik ben benieuwd hoe we het gaan doen, weet je wel. Ik zie het allemaal wel. Dus ja, whatever. Even op. Helps, oké. En we gaan naar het volgende eiland. Ja. Daar gaan we dan. We moeten gaan bouwen. Dit is echt irritant, man. Het is namelijk echt een pokken-end gewoon. Om daar te komen. En ik heb nog steeds gewoon best wel scheidgear vergeleken anderen. Ik zie heel veel mensen met full diamond. Ik bedoel, die gast daar ook bijna weer. Die heeft gewoon weer een diamond chest plate en zo. Oh, oké. Okay, jij gaat ook af. Nee, nu blijft het erop. Oké, okay, jij gaat er ook afslaan. Hopsakee, zo is het even lekker makkelijk. Hopsakee, opgerold. Oh, fuck, is er nog iemand? Weet je wat? Ik ben niet bang. Ik ben niet bang voor jou. Ik ben niet bang. Wow. What the fuck? Dit was niet normaal meer. What? Ik ga er niks tegen. Tak. Ik achteruit, man. Doe serieus, gek. Maar ja, die gear, jongen, dat is voor mij niet te doen. Ik wist een chestplate die ik... Wat dan? Check die gast even naar de knockback hebben en shit. Kijk die gast dan. Die Watcho of zo. Die gaat nu ook weer winnen. Ja, dit is niet legit. Dit is niet legit.
Meneer Wacho, jij bent niet legit. Oké, mensen, potje nummer 1 was een half succes. Het ging lekker, tot ik tegen die gast moest. En ja, ik dacht dat het niet legit was. Misschien was het het wel, je weet maar nooit. Maar ik vond het gewoon heel vreemd gaan. Op naar potje nummer 2. We gaan kijken of ik deze ga kunnen winnen. Ik speel de map Bones. Vind ik een stukje leuker dan Angelic. Want hier is alles dicht bij elkaar. En als iets dicht bij elkaar is, kan je meestal hem gaan. Oké, één probleem. Ik zie niet waar mijn eerste kist staat. Normaal gesproken weet ik het wel. Maar kijk eens, daar is hij. En oh god, nee. Ik baal nu echt als een stekker. Jullie weten precies weer waarom. Want ik kan nu niet naar een andere tegenstander toe bouwen. Dat vind ik echt heel vervelend. Oké, ik heb nu mijn spulletjes. Chain Brookie aan. Oh fuck man, ik heb maar 4 bouwblokken, hè. Dat is echt alles wat ik heb. Ja, dat is echt alles wat ik heb. Maar het moet genoeg zijn. Ik moet wel opschieten, though. Want deze gast komt ook weer naar boven. En ik heb hem. Oké dan. Get wrecked, kiddo. Get wrecked, vriend. Die op 3. Had hij boots? Hij had boots. Oké, had iets te eten? Ik heb het niet nodig, though. Oké, ik zeg altijd do, maar bedoel je echt zijn toe, weet je wel? Ik heb het niet nodig. In ieder geval. Dus oké, mooi. We gaan weer door naar de volgende tegenstander. Oh, fuck, duck. Auw. Oké, ik wil eigenlijk doorgaan. Ja, moet je maar niet bouwen. What the hell? Dat was echt een harde klap naar achteren. Echt een hele harde klap, maar ik leef. Ah! Ja, get comboed, kiddo. Holy moly. Wat zitten er veel mensen om het te schieten en te richten. En ha, 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 beweging. Oeh, dat was echt heel freaky. Maar ik heb ze wel allemaal gewoon fucking eikelbijters. Godsamme. Oké, die wil ik hebben. Die chestplate. Oké, thanks. Oh, dat was even lekker. Dat was echt even lekker dat ik gekild had. Oh, dat was even nice. Oké, die op 2. Die op 4. Oké, alles klopt weer. Goh, ik moest even weer even concentreren. Maar dat was echt sick. Holy moly, ik heb ze wel gekild, ouwe. Oh, what the fuck? Ik vond bijna tegen dat ding aan. Ik ben echt even aan het derpen en zo. Maar het gaat lekker. Ik ben echt tevreden op het moment. Op het moment ben ik echt tevreden met deze texture pack. Dus ja, het gaat de goede kant ook op. Ik bedoel, ik doe het niet verkeerd of zo. Alleen, nu komt het probleem. Ik hoorde net dat er een team zat. En ja dat is nooit leuk. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik ben benieuwd. Ik kom op shift deel. Hup, 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 hup. Oké, ik ben er langs. Waar zitten ze? Daar is er eentje. Dat haal ik, gelukkig. Dus verlies dat hier ook al een bruggetje zijn. Ja, dat is er. Ja, dat is er ook. Hier is er ook één. Wow, daar ging ik bijna op mijn bek. Ik neem echt vet veel risico door hier dat zo te parcouren op deze manier. Kijk, achter hem. Ik zit achter hem. Doei! Muscle picky! Hier, hop, rood! Hop! Hop! Nog 4 mensen over in totaal. Is er eentje in het midden? Dat zie ik dus. Die zag ik. Hop! 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 Hoeveel leven heeft die kerel? Ik raak hem volledig de hele dag achter elkaar door. Maar hij blijft gewoon leven. Dat was echt... Nee, dat gaan we niet doen, vriendelijke vriend. Om maar richten. Wow! Ik heb nu in één keer weer 2 pijlen. Ook eentje van achteren. Wat? Waar komt die vandaan? Dat was mijn eigen pijl nog van eerst. Ik heb damage gedaan. Goede damage gedaan. Hopsakee! Dat was easy peasy lemon squeezy, my friends. My bros, dat was easy. Wat voor diamond sword heeft dit? Een enchant op. Wat zit erop? Sharpness, 8. Wow! Oh, ik heb nog wel sterkere. Oh. Ik wist het. Kutzooi. Ik val ook nog naar beneden. Nog meer damage. Waar is die gast? Hij zit daar. Maar er zit geen brug naar hem toe voor mij. Dus ik moet... Even kijken voor mensen zijn er nog 3. Is er ook eentje die kant? En deze. Ik wil eerst deze uitschakelen. Want die gast is in het midden geweest. En die had al op me geschoten. Hou je bek. We gaan niet naar me kijken, gek. We gaan niet naar me kijken. Dat gaan we niet doen. Oké, ik ga weer bewegen. Hij zit daar. Raak hem. Raak hem van eraf, bro. Nee. Hoezo raak ik hem niet eraf? Waarom valt hij er niet af? Net ook al die gast. Waarom vallen ze er niet af? Ik raak ze fucking hard. Oh, ik ben echt even derpen nog steeds met die het bruggetjes bouwen. Dat zit er niet zo goed in vandaag. Oké, waar zit die laatste dudes? Oké, eentje zit nog daar, nog steeds. Die zit daar de hele tijd al. Waar is die andere dude gebleven? Ik ben hem kwijt.
You little shitface. Cockmaster. YOLO! Oké, waar zit hij? Waar zit die motherfucker? Ik ben niet bang voor. Hij is hier boven. Hij is onder me. Hij is onder me. Oké, heb ik een diamond pickaxe? Nee. Hij zit hier. Oh, fuck. Ik heb geen diamond pickaxe. Anders had ik hem kunnen vinden. Had ik hem kunnen halen. Maar hij zit hier beneden. Is hij buiten? Onder de buitenkant zit hij. Hij zit hier onder. Are you kidding me? Ga je zo doen? Heb ik geen pickaxe of zo? Nee. Dit is echt fucking kut. Ik moet die pickaxe zien te vinden. Even een diamond pickaxe. Als ik dat heb, dan kan ik namelijk naar hem toe minen heel snel. Want ik weet waar hij zit. Ongelooflijk. Waar is die pickaxe? Als ik het nodig heb. Ja, ik heb een gold pickaxe. Dat zag ik nu ook pas. Ja. Hey, ik heb hem. Hij stond op een randje. Wat een eikel. Wat een dombo. Oké, nou die laatste nog. Maar die gast zit echt te campen als de motherfucker. Die zit echt de hele daar, hè. De hele game zit hij al gewoon op zijn eilandje. Wat een gast. Maar oké. Nou. Het is tussen mij en die dude die daar zit. Het probleem is alleen, ik moet hem opzoeken. Want hij gaat zelf staan campen. Maar ja, ik ben het ook niet anders gewend, weet je. Kijk daar. Wat een kerel zeg. Doe even serieus. Ga niet eens een bitch doen. Hij zit daar nog steeds. Oké. Ik ga kijken of ik hem kan gaan halen. Oh, kijk. Hij zit te kijken naar me. Zit hier nog iets leuks voor mij tussen? Nee, hè? Nee, gewoon helemaal niks. Rotjochie, ben jij de echte? Ja, ik ben de echte Rotjochie. Is dat een neppe? Ja, hoi. Oké, dat doe ik dus kort ook. Dus ben reageren op... Ah, wat doet hij nou? GG! Dit is Luca! Yay! GG! Oké, mensen, potje nummer 3 is aangebroken. Vorig potje ging hartstikke lekker. 24 man gewoon gedood. Het ging hartstikke goed. Was easy peasy lemon squeezy zelfs. En we gaan van potje nummer 3. Dit is de allerlaatste. En hopelijk gaan we deze ook nog even kunnen winnen. En we spelen op de map Pirates. En op een of andere manier heb ik een hekel aan deze map. En toch blijf ik deze spelen. Ik weet ook niet waarom ik het doe. Maar ja, tot nu toe. Mijn map, mijn texture pack. Ik ben happy. Ik ben tevreden. Laat even weten wat jij ervan vindt. God. Mij is ik weer op het ene eiland met één chest. Of, oh nee, kijk, ik kan hier naar beneden. Oké. Nou, kloten. Ik kan mijn tactiek niet uitvoeren. Want ik heb veel te weinig spulletjes. En eigenlijk nog steeds vrij weinig. Ik heb ook heel slechte gear. Dus ik ben totaal niet happy. Totaal niet blij hiermee. Want het is ook echt een pokken en naar de volgende. Dus weet je wat, fuck ik. En die gast heeft ook gewoon... Hij heeft gewoon alles al, hè. Eet hij nog een gappeltje voor de fight? Kijk hem niet aan, dat is wel chill. Boem! Mazzel. Oké, ik heb hem. Wow. Mensen zijn zo boos altijd in Skywars als ze doodgaan, hè. Kijk maar in de chat. Iemand typt gewoon Conquer Kids. Zo. Dan ben je wel heel erg boos. Van, gast, waarom zo boos? Wat is er misgegaan in je leven? Dat je iemand dat toewenst. Dat vind ik zo vreemd. Het is maar Skywars, hoor. Het is maar Skywars, weet je. Ontspan. Hey, kijk eens. Oh, wacht. Ik heb andere boots gevonden. Nice. Ik heb... Ik was toch die verkeerde aan, hè. Boots gevonden. Waar is die gast van dit eiland? Ik vertrouw dat niet helemaal. Of was hij dit eraf geschoten, volgens mij? Dat je daarom wordt zo boos werd, die gast, toen. Dat was hij, volgens mij. En als het niet is, dan weet ik het ook niet. En ja, ik ga er ook niet heel veel op schelen. Mazzel. Dat vind ik de lekkerste kills. Dat voelt zo lekker altijd, jongen. Mensen gewoon te one-shotten, gaan. Ze kan me aanrennen en dan... Maar het is wel kloten voor hun, eigenlijk. Ik vind het zelf ook kut als ik zo dood ga. Maar goed, het is lekker om het zelf te doen. Alleen het probleem is, ik heb echt gewoon vrij weinig gear. Want ik ben iedereen eraf aan het tikken in plaats van doodmaken. En, oh, ik sta in de finale. Wat? Ik zit in de finale. Het is ik tegen nog één andere persoon. Waar is die gast? Waar is hij? Waar is dat? Hij is full diamond, man, die gast. Are you kidding me? Kijk wat ik heb. Ik heb echt fucking koude kak vergeleken met die gozer. Doe even normaal. Dit gaat hem niet worden. Kijk, ik ben wel goed in PvP, maar dat gaat wel heel erg ver. Weet je? YOLO, ik ga hem gewoon opzoeken. Ik zweer het. Ik heb schijt. Zodra hij daar komt te staan, dan ga ik ervoor, hè. Plak af! Vang eraf! Nee, die gear, jongen! Dat is toch niet te winnen? Ja, diamond, natuurlijk.
Vandaar. Het kan er niet binnen. Oké, mensen, ik doe nog een extra potje erachteraan, want de vorige pot was gewoon fucked up. En ik gewoon die finale niet had kunnen winnen, want ik ging hartstikke lekker met echt poepgear. Maar de finale was gewoon net iets te veel van het goede en die kon ik dus niet winnen. En dat was een beetje jammer de bammer. Goed, we gaan proberen om deze wel te winnen op de map Sunday. Maar wat ik als eerste ga doen, Hiro, hier is die tactiek, is niet zo chill. Want als ik hier te lang blijf, als ik in mijn chest kijk en mensen komen met eieren te gooien, dan ben ik gewoon dood. Dus dat is pretty much fucked up. Dus dat ga ik nu even niet doen. Dus ik ben even naar beneden gegaan een keertje. Dat doe ik normaal nooit. En het duurt me nu wel iets te lang. Dus ik ga weer naar boven. Die op die. Die op drie. Ander op vier. Oké. Boom. Bam. Wat? Wat? Die gast loopt gewoon een rondje. En hij heeft gewoon alles ontweken. Ik kijk maar even met aan te kijken. Hij gaat gewoon met eieren gooien of zo. Dit is een eieren gooien. Ik zie het aan zijn hoofd. Dit is een eieren gooien. Wat? Hij heeft ook fucking volle gear. Doe even normaal. Ja, dat had je niet verwacht, hè? Dat had je niet verwacht, hè? Dat ik dat zou durven. Oh god. Kom dan. Auw. Waarom? Lek je zo? Maar ik heb hem. Nee, ik heb hem helemaal niet. Nu heb ik hem. Hé, eindelijk heb ik hem. God, het was eventjes een spannende strijd. Maar ik heb zijn ass. Dat is belangrijk. Hey! Maar hij liet wel heel veel keer vallen. Dat was jammer, want volgens mij had hij een diamond body of zo. Maar ik heb zijn spulletjes. Dus dat was wat ik eigenlijk voor ging. En het is me gelukt. En ik eet even een gapple, want ik had weinig hartjes. En I'm happy. Het ging goed. Ik ben nog aan het leven. Dus dat is altijd fijn. Alweer twee PvP battles geworden met minder goede gear dan mijn tegenstander. Hoi. Nee, ze gaan naar beneden. Daar hou ik niet van. Ik maak je kapot, jongen! Hey, een diamond broek. Die had ik nog niet. Diamond broek. Die had ik nog niet. Chill. Wat is nog meer wat ik niet had? Een diamond helm. Boots. Betere boots. Ja, die had ze ook. Dankjewel, jonge dame. Dankjewel voor je spulletjes. Oké, nog 5 spelers over. Ze moeten nog maar 5 doden. Dan ben ik weer tevreden. Oké, daar ga ik dan. Hier is ook weer iemand gevallen. Oh, dat is een team van 2. Dat team van 2 ga ik eens even rekken. Doe eens even niet. Vriendelijke vriend. Oh god. Dit is niet leuk. Ja. 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 Ja, team van 2, hè? Wat nu? Wat gaan jullie doen dan? Hè? Stelletje, motherfuckers. Ik ga jou pakken gewoon. Altijd eentje focus van de 2. Oh, dat was lag. Oh. Hey. Oké, hoeveel HP hebben die gasten wel niet, jongen? Want ik zit echt vet veel ijs. Om ze te schieten, maar ze leven nog steeds. Op zich, volgens mij heb ik ze gewoon bijna nu. Jou eerst. Jou als tweede. Jou als derde nog. Oh my god! Oh my god! What the fuck? Wow! Oh shit! Oh, gewoon 3 man doodgemaakt in minder dan 3 seconden. Dat was gewoon klak, klak, klak. Afgelopen met de pret. Are you kidding me gewoon? Are you kidding me? Holy... Oh, yo. Oi, oké, klaar. Oi, yo. Dat was gewoon de shit. Dat was echt sick. Oké, mensen. In ieder geval, dat was echt een prachtig einde van deze video. Daar kan ik niet meer overheen. Gewoon, dit was gewoon de shit. Dat was gewoon awesome. Oké, mensen. Dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter als je het awesome vonden. Ik wil een keer met Skywars boven de 1000 duimpjes aan je kopen. Dus mensen, 1000 keer op de knopje drukken. Het moet lukken. In ieder geval wens ik jullie bedankt voor het kijken. Laat nog een blauw duimpje achter als je het leuk vond. Dankjewel de massa en tot ziens. En ik zie jullie graag in de volgende video. Dus, peace!